Ik krijg best nog wel vaak de vraag van Dani hoe ze... ziet jouw setup er nou uit? En ik was niet echt van plan om er een video van te gaan maken, want ja, het zag er een beetje gek uit. Ik had een best klein bureau en ik had een kapotte tuintafel gepakt, de bovenkant van een tuintafel, en die aan de achterkant van mijn bureau gelegd om, ja, mijn bureau wat te vergroten. Dus het zag er een beetje skeer uit. Maar ik heb een nieuw bureau gekregen, dus nu vind ik het wel leuk. Ik heb een nieuwe PC gekregen, dus jullie gaan in deze video zien hoe mijn setup eruit ziet. Ja, het is wel een andere video natuurlijk, maar vind je het nou wel vet? Drop dan wel op dat blauwe duimpje omhoog. Morgen komt er gewoon weer een weekly recap online, zoals beloofd. Maar eerst eens even deze video, die even net wat anders is, maar veel kijkplezier. Als jullie ook toe zijn aan een nieuw bureau, kan je nu ook kortingscode Dani40 gebruiken voor 40 euro korting op een nieuw bureau. Ik heb ook een nieuw licht van Elgato gekregen. Ik heb ook een nieuwe mic en zo gekregen. Dat zien jullie zo nog. Maar laten we eerst even deze gaan aansluiten. Oké, jongens, zoals je kan zien. Natuurlijk de consoles waarop ik altijd speel. Op Xbox speel ik natuurlijk mijn FIFA potjes en mijn Weekend League en noem maar op. Eigenlijk alles wat ik op FIFA doe gebeurt op de Xbox. Dan de PlayStation 4. Die staat er eigenlijk een beetje voor de sier. Maar als ik ooit nog packs van kijkers ga openen bijvoorbeeld, kan dat op de PlayStation 4. Dus vandaar dat ik hem nog wel heb staan. En dan natuurlijk de PlayStation 5 waar ik andere games op speel. Zoals Warzone. Met natuurlijk een headset. En voor de rest, ja, mijn Xbox controller. Hartstikke logisch. AirPods die, ja, die ik gebruik tijdens E-Divisie. Hoort niet echt bij mijn setup. Want die kan je natuurlijk ook in het dagelijks leven gebruiken. Alleen wel handig om er even bij te hebben. Dan de Elgato Wave 3. Gekregen dus van Elgato. Samen met het lichtje dat we daar hebben staan. En dan heb ik natuurlijk ook nog wat snufjes aan mijn bureau. Die dus nieuw is. Erik heb ik bijvoorbeeld een afstandsbediening. Er zit een LED-lampje aan de achterkant. En als ik hem wil veranderen van kleur, dan klik ik gewoon op de knop naar welke kleur ik hem wil veranderen. En dan gebeurt dat. Dus dat is wel leuk dat dat erbij zit. Er zitten nog wat meer dingen bij het bureau. Dat laat ik straks zien. Maar eerst gaan we even langs mijn monitoren. Ik heb twee BenQ-monitoren. Twee keer dezelfde. En dat is, ja, dat wordt gebruikt op alle FIFA-events en noem maar op. Dus voor mij ook het handigst om die te hebben. 1 milliseconde responsietijd of reactietijd. Dus het zijn de snelste monitor om te gebruiken tijdens het gamen. Wat voor mij gewoon, ja, het beste is natuurlijk, het handigste. Voor de rest heb ik een Logitech camera. Voor het streamen natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook een betere camera waarmee deze video wordt opgenomen. Waar ik eigenlijk al mijn video's mee opneem. De laatste tijd hebben jullie kunnen zien dat ik in 4K video's upload. En dat komt door die camera. Maar ook door de nieuwe PC die ik straks ga laten zien. Maar daar kan ik dus niet mee streamen omdat hij na een anderhalf uurtje meestal te warm wordt. En dan valt hij uit. Ik stream er soms mee, maar dat is alleen tijdens een Warzone stream of zo. Als je trouwens mij nog niet volgt op Twitch, je kunt dat zeker weten. Even linkje zal in de beschrijving staan. Voor de rest heb ik natuurlijk een Elgato stream deck. Lekker veel dingen van Elgato trouwens. Maar ja, hoe dat werkt, dat zal ik even laten zien. Je hebt namelijk allemaal knopjes erop staan. En laten we zeggen, ik wil mijn Streamlabs openen. En dan klik ik gewoon op dat knopje. En dan opent hij hem automatisch. Voor de rest natuurlijk wat snufjes bij het bureau. Namelijk, als ik dit knopje indruk. Zoals je kan zien, 2 stopcontacten, wat natuurlijk hartstikke handig is als je iets wil opladen of iets wil gebruiken voor je setup. Bijvoorbeeld mijn streamlichten en 2 USB-poorten. En als je dan iets verder naar beneden gaat, dan is daar een ingebouwde oplaadplek. Wat ik zelf heel handig vind, zoals je hier kan zien, heb ik mijn mobiel en als ik die hierop leg, dan laat hij automatisch op. En het laatste dingetje van mijn bureau, wat ik zelf ook wel handig vind, is dat hij naar beneden kan met 1 knopje en natuurlijk naar boven met het andere knopje. Dus in principe maakt het niet uit hoe klein jij bent of hoe lang jij bent. Ik ben zelf best lang, dus ik wil hem graag best hoog hebben. Maar als je wat kleiner bent, dan kan je hem op je eigen hoogte afstellen. En dat is natuurlijk gewoon super handig. En dan heb ik van Team Gullit een nieuwe PC gekregen laatst. Sinds ik dus in 4K upload, dat komt door deze PC omdat die veel sneller, veel beter is. Waardoor ik sneller kan renderen en sneller kan editen, wat natuurlijk hartstikke top is. En die hoort dus ook bij mijn nieuwe setup. Dit is dus mijn complete setup. Als je kijkt om mij heen heb ik natuurlijk ook wat dingen opgehangen om het voor mezelf wat leuker te maken. Hier boven mij heb ik een foto gekregen op Canvas van de Graafschap toen ik kampioen was geworden. En kort daarna heb ik de schaal opgehangen. En daarnaast hoort eigenlijk ook nog een foto te hangen. Die is helaas
ja, van de muur afgevallen, maar die komt er binnenkort weer te hangen. En dan daar in de hoek heb ik een LP van Juice WRLD hangen. Zijn laatste album die hij heeft uitgebracht. Omdat ik natuurlijk groot fan ben van Juice WRLD. Dus dit is mijn complete setup. Dit was hem dan, mijn setup. Heeft een flinke upgrade gekregen. Nieuwe microfoon, nieuwe pc, nieuw bureau, nieuwe licht. Of een nieuw licht moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Vonden jullie het nou vet? Vergeet dan niet het blauwe duimpje omhoog te doen. En te abonneren op dit kanaal. We zijn op weg naar de 100k. En vergeet ook niet je notificaties aan te zetten. Want dan mis jij helemaal niks. En dan hoop ik dat ik jullie morgen bij de nieuwe video terugzie. Later.